Staat. Judith Kessels wordt voor de brandweer Haaglanden. Waar staan we hier? Wat is hier gebeurd? We kregen om 10:30 vanochtend de melding van een stadsbus van de HTM die op een boom tegen een boom was gereden op de Hengelolaan in tegengestelde rijrichting. Het slachtofferbeeld was aanvankelijk 20 tot 25 personen. Daar hebben alle hulpverleners zich om bekommerd die hier aanwezig waren. De brandweer heeft de situatie rondom de aardgasbus veiliggesteld, installaties uitgeschakeld en de bus gestabiliseerd. Alle hulpdiensten hebben gekeken naar het letsel van de slachtoffers. En op dit moment zijn er 8 personen naar het ziekenhuis vervoerd. En 3 personen zijn in een bus opgevangen voor het bepalen van het letsel. Wat voor soort letsel hebben de slachtoffers? Nou, dat varieert van wat kneuzingen tot een flinke klap in de buik die mensen hebben gekregen door de klap. Dat is het beeld wat ik op dit moment heb. Dank u wel.